Ja, dat is een hele goede vraag. En een 100% sluitend antwoord daarop kan niet worden gegeven. Eenvoudigweg omdat we niet weten op welk moment hij daar al heeft gelegen. Wat het tijdstip van overlijden was. Er is gezocht door een hond. Er is gezocht door een helikopter. Nou, er zijn reconstructies gedaan van die zoekingen. Om te kijken van, nou, hebben we nou iets over het hoofd gezien? Voor die hond geldt dat hij gezocht heeft in een ander deel van het bos. Daar wordt de fiets van Anas gevonden. Tot diep in de nacht doorzoeken agenten met speurhonden het gebied. Voor de helikopter geldt dat ook tijdens de reconstructie geen aanwezigheid van een persoon werd aangetoond, terwijl die er wel was. Het blijft een vraag die. We're on Judson still southbound, skidding to a stop. Standby here. Looks like you're getting ready to bail. Heads up, guys. Bailing. Again, we're getting ready to bail. Okay, passengers out. Car's rolling. We're going to stick with the passenger. You guys hot stop that guy. The car, the driver. Good, stop the driver. Okay, the guy, he's running through the house, jumping the fence, through the shotgun, through something out. Grabbing the shotgun. Don't go over that fence. Don't go over that fence. Grab the shotgun again. Okay, he's running westbound through the yard, going to the back. He is armed. Stay there. Hold your position. K-9 unit, end of the street. He's at the northeast corner, northwest corner of that house. I guess they have to. He's wearing a blue shirt, dark colored pants. Down, according to the driver, the other guy has the gun. Thermal cameras see heat, not light. The more heat an object gives off, the more thermal contrast it generates, and the easier it is to see. Everything on Earth gives off heat, and things like people, animals, and car engines generate lots of heat, so they're easy to see, even through camouflage. Atmospheric conditions like smoke, rain, or fog reflect light, making night vision goggles and scopes even less effective. But thermal cameras see through.